Zoals ze aanbelden, begon het kakeeltje de tamme kraai zenuwachtig te kraaien. Het was een kapje of iets in de vaas. Ja, daar was wel reden voor, want de grote boze wolf was grootmoeders huisje binnengekomen en had hem met huid en haar opgegeten. Grootmoeders nachthemd aangetrokken, haar muts opgezet en was toen in bed gaan liggen. Maar hij likke baard in de hoop dat Roodkapje zo dadelijk binnen zal komen. Jullie weten allemaal hoe het sprookje verder gaat. Roodkapje en grootmoeder zijn gelukkig door de jager gered. En ze leefden nog lang en gelukkig. Die alleen in het huis in het bos woonde. Onderweg had ze bloempjes geplukt. En als ze zong, zeg Roodkapje.